Amerikanen hebben geen idee wie Geert Wilders is. Net zo min als er heel veel Nederlanders zijn die weten wie Ron Paul is of John Boehner. Dat zijn rechtse politici in dit land. Alleen als je de buitenlandpagina's doorspit van de Wall Street Journal of de New York Times, kan je zijn naam wel eens tegenkomen. Ik moet wel zeggen dat de hoogopgeleide Amerikanen zijn die mij vragen naar het kabinet in Nederland. Zeggen ze, klopt het dat er een anti-moslimpartij in de regering komt? En dan moet ik weer uitleggen wat gedogen is. Dan krijg je weer een heel andere discussie. Wilders is wel een paar keer geweest in Amerika op Fox News. Is hij verschenen, redelijk goed bekeken dat. Hij heeft ook lezingen gegeven. Thank you very much. Maar er zijn niet heel veel mensen die daarop afkomen. We hebben één keer een protest gefilmd tegen hem, waar niet meer dan 4 mensen opkwamen dagen. En ook toen we vandaag mensen op straat vroegen of zij wisten wie Wilders was, weinig positieve reacties. Excuse me, do you know this man? No. Don't know him, sorry. He's coming here to speak against the mosque at Ground Zero. Oh, Heard about that, yeah, okay. Looks like a comedian. Am I right? No, you're not right. He's a Dutch politician. Is he? No, what's his name again? Geert Wilders. Oh yeah, no. I never heard of him. Yes, I can't remember his name. Geert Wilders. Yeah, and he's very conservative. Interessant is wel dat de beweging die nu opstaat in Amerika tegen de moskeeën, dat die beweging heel goed kijkt naar wat Wilders doet in Nederland. Een van de organisatoren van het 11 september protest vertelde mij vorige week dat Wilders voor haar een voorbeeld is. En zijn aanwezigheid hier op 11 september zou er wel voor kunnen zorgen dat hij meer bekend raakt in de VS.